Quiz It. De scholen quiz van Stichting Projecten is gisteren begonnen in het vormingcentrum Saron. 6 basisscholen zijn door de organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan de quiz. Het gaat om de Boeknerschool, de Norami School, de Nieuwe Christelijke School, de Ritveldschool, de Stefanusschool en de Sint-Clemensschool. De quiz wordt gecoördineerd door de commissie Leesbevordering van Stichting PCOS. Elke school krijgt een boek, welk het uitgangspunt van de quiz is. We spraken met Marloes van der Meijden en Cindy Keizer van het quizteam. En Quizit, daarbij staat leesbevordering centraal. We willen dat de kinderen kunnen inzien hoe leuk en leerzaam lezen eigenlijk is. En in plaats van dat ze altijd gewoon de leesles met boeken hebben, hebben we nu een soort van feestelijke opening voor een heel feestelijk project bedacht. En hoe gaat het eruit zien? Vandaag is de opening voor het project. Er vindt een loting plaats, zodat we weten wie in welke pool zit. En 8 en 10 december zullen er voorrondes zijn. En wie de winnaar uit de voorrondes is, die strijden tegen elkaar in de finale. Dus er komt uiteindelijk 1 winnaar uit. Als je kijkt naar de rechten van het kind, wij vinden het heel belangrijk dat lezen wordt bevorderd in Suriname. We zien ook dat de scholen ontzettend hard aan het werk zijn om het lezen te bevorderen. En vinden dit heel belangrijk en zijn blij dat wij hier ons steentje aan kunnen bijdragen. Ja. En die 6 basisscholen, zijn ze at random gekozen? Of hebben jullie ze speciaal gekozen? Ja, we hebben ze wel speciaal geselecteerd. Het bestuur van de stichting heeft echt de scholen uitgekozen. En wij hebben contact met ze opgenomen. En we zijn daar afgelopen weken naar op bezoek geweest en kennis gemaakt. Ja. En het ging allemaal heel erg goed. Ze zijn heel enthousiast, dus wij ook. Want de stichting is een christelijke stichting, maar ze zijn er voor alle kinderen in Suriname. En er zijn ook scholen van allerlei levensbeschouwelijke richtingen zijn er geselecteerd. En die quiz, ik stel me zo voor, er gaan vragen gesteld worden en die moeten ze beantwoorden, leggen zij? De kinderen krijgen allemaal 5 of 6 boeken te lezen. En wij gaan aan de hand van de inhoud van die boeken gaan wij vragen opstellen. Dus het kan gaan over de hoofdpersoon of over de verhaallijn. Dat soort vragen worden er bedacht. De voorronden en finale van Quizit zullen op de televisie worden uitgezonden. Dames en heren, blijft u afgestemd. Na de break het internationaal nieuws.